Leuk dat jullie hier zijn. Kom binnen. Het niet op de rommel. Wij zijn Meert en Noah. Wij zijn ouders van twee prachtige zoons. Sam van 5 en Boas van 2 maanden. Ik sowieso. Ik sta altijd 6 uur op. Jij bent zeker niet in charge voor het ochtendritueel, want jij ligt gewoon in bed. Ja, ik denk dat ik er wel het vaakst uit ga, hè? Dat denk ik wel, ja. Ik ga er nooit uit, namelijk. Maar er kan bij jou ook gewoon een bom afgaan naast je hoofd en je blijft gewoon nog steeds slapen. Ja, je moet me echt duwen. Ik vind dat Sam? Echt lastig. Sowieso, Sam. Niet? Oh. We hebben toevallig gisteren naast elkaar neergelegd en het bleek dat ik het was, maar ik ben het niet helemaal mee eens. Nee, je geloofde het niet gewoon. Nee. Je was heel fel aan tafel, nee, het kan niet en jij sowieso, je zit alleen maar op je telefoon. Nou, het blijkt toch niet zo te zijn. Ja. Ik sla gewoon die kop in het gezicht. Niet echt medewerken aan deze arm. Ik denk dat ik wel het meeste kook thuis. Ik denk het niet, ik weet het wel zeker. Ik vond voordat jij zwanger werd koken niet per se leuk. Nu haal ik er echt plezier uit, zeg maar. Ik ga echt met liefde in de keuken staan. En ik absoluut niet. Ja, jij hè? Ik denk ik. Ja. 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 En koken en de tafel afruimen. Ik heb het wel getroffen. Ja. Dat sowieso. Ja, eigenlijk ruimt iedereen ook wel vaak zijn eigen bordje op. Jij ruimt ook wel. Jij helpt wel goed, ja. Zeker waar. Leuk dat jullie er waren en ik ga lekker genieten van het uitslapen morgenochtend. Dat moet je zeker doen, schat. Zeker doen.